Het schooljaar 2019-2020 is vandaag officieel gestart met een werkbezoek van onderwijsminister Lilian Verrier aan OS Mast Clemensstra te Latour. De toespraak van de minister was motiverend en werd live via onze zender landelijk uitgezonden. Verder gaf de minister in gesprek met ons reportageteam een uiteenzetting van de beleidsdoelen voor dit nieuw schooljaar. Nou, wat wij in elk geval op het ministerie gaan doen is dat we kijken naar de schooleisen. He, ik heb afgelopen jaar ben ik toch wel geconfronteerd met zaken als overgangsnormen waarvan je zegt, nou, dat is zo subjectief. Dat moet gewoon anders. Het kind mag niet blijven zitten op schrijven. Ik bedoel, dat is gewoon onzin. Dus we gaan nu inhoudelijk een beetje meer daarnaar kijken. Ook naar het examenreglement. Want zoals dat, nu heb ik het met hoofdrekenen een beetje kunnen verruimen. Maar we gaan naar al die vakken kijken. En eigenlijk is dat voor alle niveaus, vanaf de kleuter tot zelfs op onze academische opleiding, de instructie dat er een grondige evaluatie komt van de curricula. Wat geven we onze kinderen? Want je kan je kinderen niet geven, deze kinderen van de 21ste eeuw, wat misschien jij hebt gehad, maar ook wat ik heb gehad. Want dat gebeurt. Hè? We willen graag vernieuwing. Een van de geweldige initiatieven bijvoorbeeld is dat het Atheneum, Hogedoor en Atheneum, begonnen is met Mandarijn als keuzevak. Dat is toekomst. Ik weet niet of iemand gisteravond de parade heeft gezien van de Chinezen. Nou, als jij Mandarijn leert, en het liefst zou ik deze kinderen Mandarijn leren, dat is je toekomst. Je hebt veel meer mogelijkheden. En dat soort zaken moeten we gaan begrijpen. Dus meer keuzevakken, ook op niveau van MULO en hoger. Andere vorm van onderwijs. We beginnen dit jaar ook weer met STEAM op de scholen. Dat wil zeggen dat ze ook de beginselen van technisch en beroepsonderwijs aangeboden krijgen. Dat soort zaken zijn echt heel erg belangrijk. En de training van de leerkrachten om ze ook anders op te stellen. Want ook bij de leerkrachten gaat het niet meer over je hebt je GLO A of zo gehaald. Nee. We kijken niet alleen meer naar kennis. We kijken ook naar je attitude. We kijken ook naar je performance. Hoe ga je met die kinderen om? Welke boodschap? Want het kind, om te leren, moet dat kind zich prettig voelen. Het kind moet zich betrokken voelen. Dan komt het zelf tot prestaties. Maar als de attitude van de leerkracht niet goed is en het kind zich niet op zijn of haar gemak voelt, dan gaat het ook niet leren. Ook al ben je nog zo'n goede leerkracht. Dus dat zijn de dingen, een heleboel uitdagingen, maar we gaan gewoon door. De minister heeft speciaal voor OS Mast Clemensstra gekozen om het startsein te geven aan het nieuwe schooljaar. Deze school is in de afgelopen vakantie gerenoveerd. De minister wilde zelf zien wat de leerkrachten en leerlingen van de nieuwe look vinden. De renovatie van de school is in samenwerking met de Amerikaanse ambassade opgepakt.